fans van Gaming met Café. Vandaag gaan we weer een Leer ons kennen doen en deze keer zit ik hier met Kevin. Kevin Dooms, en die kennen jullie al wel een beetje. Maar wat jullie waarschijnlijk nog niet weten, is dat hij ook een stagejongen hier is. Yay! Samen met Marnik, die je vorige week hebt kunnen zien, is er hier een stagejongen bij ons. Dus we hebben er deze keer twee. Best druk, maar wel heel gezellig. En die moet natuurlijk een vraag stellen. Oh jee. Nou, kan je een beetje verwachten waar het over gaat? Ik heb denk geen ik? Idee. Geen idee? Nee. Ik denk dat we het vooral gaan hebben toch wel over het stage gebeuren. Ik heb vorige week gevraagd wat nou het minst leuk is, een stage. Dus ik wil weten van jou, wat is nou het leukste? Allerleukste aan het allerleukste, ja. Ik denk toch wel dat het een keer wat anders is dan school. Dan al die lessen die je volgt. En ja, je hebt wel een soort van huiswerk, want je doet opdrachten. Mm-hmm. Maar je bent toch op een hele andere manier bezig, zeg maar. Je hebt alsnog wel een soort van, leraren kan je het wel noemen. Ik bedoel, ik leer heel veel van jullie. Maar op een andere manier. Ja, je hebt een compleet andere sfeer. En dat is wel lekker. Het is veel relaxter, zeg maar, dan dat je... Ja, het is anders dan op je schoolbankje dat je zo moet zitten en moet luisteren naar wat een leraar aan het vertellen is. Ik denk dat dat wel voor de afwisseling het leukste is, denk ik. Oké, dat vind jij dus wel het leukste wat gebeurt. Ikzelf denk ik toch wel dat wat ik het leukste vind in stage is gewoon dat je dingen leert die je niet op school zou kunnen leren. Ik vind met stage leer je echt wel meer de werkervaring. Van op school kan je tekstboeken doorlezen. Je kan alle programma's leren die je maar wilt. Ja. Maar op zich de ervaring van met klanten werken en praten. Gewoon echt opdrachten achter elkaar moeten doen voor iemand. Want dat moeten jullie bij ons toch ook. Ja, eigenlijk. Dat soort dingen dat leer je niet echt op school op die manier. Ja, of je moet van die gesprekjes met leerlingen doen. Ja, maar dat is toch niet hetzelfde. Nee. Want dat is niet, dat is niet hoe het helemaal echt gaat. Nee. Terwijl dit is echt... Gewoon ja, dit is ons zakelijk gebeuren en gewoon voelt een baan. Dus wij doen het gewoon echt natuurlijk. Ja. En ik denk dat je daarmee wat meer oppakt daarvan en daar heel veel van kan leren. En ik denk dat ik dat het leukste vind. Gewoon het stuk van wat je niet kan leren op school, dat je daardoor bij stage dat leert. Ja. Denk ik. Mooi hè? Mooi verwoord allemaal. Dat is prachtig. Prachtig. Maar ja, dat was de vraag weer. En de vraag. En ja, dat was hem gewoon. Dus... Hebben jullie een vraag die jullie willen stellen aan iemand die ik volgende keer hier moet hebben? Laat me weten wie en wat voor vraag het is dan. Wat je wil weten in de reactie hier beneden. Laat het hier zo mooi naar beneden zo. Ja. En doe natuurlijk een like, een favoriet en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer ook op hem hier zo. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Ook gewoon even doen. Je hebt nu ook een game kanaal, dus die zal ik in de beschrijving zetten. Of je muziekkanaal. Welke moet het zijn? Mag allebei. Mag allebei. Oh, we mogen allebei doen. Nee, gewoon, je mag ja, ik zie het alweer. Zelfpromotie ten top hier zo. Dus jullie gaan wel zien wat ik in de beschrijving zet. Misschien helemaal niks voor dit. Door deze opmerking gewoon. Volg Kevin niet een sub. En dan zie je straks in de bewerken die hij gaat bewerken. Zo heel groot Kevin op zijn kanaal. Zo voor de face ogen ga ik een balkje doen met... Oké, dit is echt bullshit. Mensen, wij gaan weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.